Hallo lieve mensen. Nou, dit is even een hele andere setting, hè? dit kon niet met green screen, want ik had live gasten. En die gasten die doen het echt compleet niet goed om green screen. En dan kan ik ook mijn mooie groen shirtje aan. En ik wil jullie graag voorstellen aan mijn lieve gasten. Prachtig. Ik zou gisteren dus naar de bloemist en er ging van alles mis. Gaat wel vaker bij mij. En toen was de bloemist dicht. En ik kreeg hele bijzondere gasten gistermiddag. En ik moest nog even oranjekoek halen. En dat ging met drie bakkers in Burgum. En pas bij de derde kon ik oranjekoek kopen. Dus ik dacht, weet je wat, met alle zielen, het filmpje lukt dat van alle kanten niet. En ik kreeg gisteren de opmerking, hoe... Ik heb vandaag een filmpje van jou gezien. Dan had je grijs en paars. En het ging ook over 1 november. Dat is 2 jaar terug. Want toen heb ik het zo mooi uitgelegd. En toen had ik dus ook speciale bloemen gekocht. Dus dat filmpje is van 2 jaar geleden. Maar dat was in mijn praktijk nog. En dat was ook echt supergoed gelukt. En toen dacht ik, oh ja, toen had ik ook van die mooie chrysanthemen gekocht. En nou, ik dacht, die met mooie rozen, witte rozen. En deze kleur chrysanthemum wou ik dan kopen. En toen was de bloemist dicht. Dus ik ging naar huis. Mijn gasten, die zitten er. En er komt op een gegeven moment een auto. Ik had zoiets van, ik heb geen bezoek besteld hoor, behalve het bezoek wat er al is. En die man zegt ook, wat dacht je? Was dit nu weer? Hij was de dag eerder ook al geweest. Ik ben heel erg verwend. Ik ben niet eens jarig. Ik ben gewoon heel erg verwend. Door twee mensen die mij prachtig herfstboeket staat beneden. En deze. En ik was. Nou, zo werkt de energie, lieve mensen. Dus het lukt mij niet om bloemen te kopen. En dan krijg ik dit boeket bloemen met de bloemen die ik eigenlijk voor alle zielen wou kopen. Zo werkt het. En ik had die mevrouw een berichtje op Telegram gedaan vanmorgen. Zei ze, heb je de bloemen wel ontvangen op WhatsApp? Ja, dus niet iedereen kijkt op de berichtjes op Telegram. Dus ja, ik heb je bloemen ontvangen. Echt fantastisch. Ik was zo verbaasd. En kijk, mooie rozen. Dit zijn roze rozen. En de roze met een beetje witte doorheen. Dit is echt een boeket wat ik ontzettend prachtig vind. Wat ik inderdaad ook zou kopen om neer te zetten om mijn geliefden te herdenken. En nou kan je denken, oh, het is 2 november, het is Allerzielen. Nee, het is gewoon 2 november. Er is helemaal niks anders aan deze dag dan dat het gewoon 2 november is. Niet iedereen heeft dat filmpje van 2 jaar teruggezien. Ik zal het in dit filmpje ook nog even linken. Jullie zien ook een mooie lamp, een zoutlamp. Ik heb hier een vaccinelichtje, die zie je dan weer niet. Daar ga ik zo meteen nog een filmpje over maken, want ik krijg ook vaker vragen over. En ik dacht, nou, ik ga gewoon, jullie mogen ook wel zien hoe ik in mijn studio zit. Nou, zo dus. En soms dan met de greenscreen, dan lijkt het roze, want tada, ik heb een roze muur. Als ik nou deze kamer als studio gelijk had uitgekozen, had ik die muur misschien wel zwart gedaan. Want dit was de kamer van onze zoon en die houdt van roze. Is echt een supermooi kamertje. En voor het eerst in 14 jaar heb ik kledingkasten. Maar daar leg ik in mijn filmpje over 5D nog iets over uit. Dus ik dacht, dit is een mooie dag om filmpjes te maken zonder greenscreen, zodat jullie zijn ook gewoon welkom. Hè? Jullie mogen ook wel zien waar ik zit. Het komt er niet altijd van, want door het werken met zo'n greenscreen, zal ik jullie laten zien. Kijk, daar ligt hij op de grond. En in een bak. En dan, ja, dat zijn dure dingen, dus ik heb niet een doek wat ik elke keer heel erg moet opvouwen. Dit rolt als een soort diaprojector scherm eruit. Daar ben ik heel blij mee, want ja, in zo'n klein huis, we hebben een heel klein huis, dan kan ik wel gewoon goede materialen gebruiken. Ik kan het weer opvouwen, kan het aan de kant leggen. En
En dit is ook ons logeerkamertje. Dus multifunctioneel. Meer daarover in mijn 5D-filmpje. Ga ik straks opnemen. Dit ging dus nog even over 2 november. En dit is geen allerzielendag. Nee. Nee. Voor degenen die dus het filmpje van gisteren niet hebben gezien, zal ik het nog een keer uitleggen. In onze natuurlijke tijdsindeling, zo zeg ik, het is geen religie wat wij praktiseren. Wij kijken naar het ritme van de aarde en wat geeft moeder aarde aan. Ze heeft allemaal, kijk, dat zie je hier ook heel mooi op het jaarwiel. En we zitten dus hier en hier begint dus het nieuwe jaar. Want het begint het hele nieuwe jaar. Dit is de midwinter. En ieder stukje geeft een stukje van de tijd aan waar wij zitten. Ieder stukje is 6 weken. Dus we zitten nu in de 6 weken van zo'n journey. Dit heeft iemand heel liefdevol voor mij gemaakt. Ik kan het ook niet. Daar. Ik heb zelf ook, dit is de hele grote, laat ik niet meer maken, want die verkocht niet. Maar die was niet goed te besturen. Die zie je het jaar veel ook. Deze is wel in het klein te krijgen. En daarin, mooi met de maanstanden opgedeeld, zie je hier ook Hekate, november, Kuan Yin heb ik daarbij. De klimop, de Hedra. En hier zie je allemaal kleine stukjes. Hè? En waarom zijn dat nou klein? Dat zijn, deze is wel in de maand opgedeeld. Die is echt in die 6 weken opgedeeld. Waarom doen wij dat nou in 6 weken, iedere 6 weken een stukje verder in de tijd? Nou, dat doen wij omdat de tijd dan een stapje maakt. En in een cirkel is geen einde en geen begin, maar wij maken er wel eventjes een startpunt van en weer een einde. En dat geeft de seizoenen ook aan. Nu, 1 november, begint voor ons de winter. En op 1 februari begint de lente alweer. Dan zou je zeggen, ja, maar is eigenlijk de winter nog maar net begonnen. Maar als je kijkt naar de energie van moeder aarde, daar kijken wij naar. Dan zie je dat nu de oogst is klaar. Alle zaden en vruchten zijn klaar. De bomen laten de bladeren vallen. En de gewassen kunnen tot rust komen. Het land kan tot rust komen. Dat is de bedoeling. Dus nu zijn wij klaar om met de rust van de winter te beginnen. En dat doen wij door het feest te vieren van Soem, waarbij wij dankbaar zijn voor alle oogst die wij mochten binnenhalen. Vroeger, het is nog maar 50 jaar geleden, hè, dat vrouwen heel veel wekten en conserveren, maar dan was dat in de winkels niet te krijgen. Nou, 50 jaar terug tot honderden jaren terug waren mensen ook in de winter aangewezen op geprepareerde producten. Dus drogen, zouten, wekken. Dat kan ook nog niet zo lang. Drogen werd ook heel veel gedaan. En er werd ook wel in de grond werd begraven, zodat je het droog en goed kon houden in de schuren. Dat wordt nog wel gedaan met stro er allemaal tussen, zodat aardappelen en wortelen, pastinaak bijvoorbeeld ook, goed bewaard konden blijven gedurende de winter. Als je dus nu wortelen koopt, dan moet je ze wel binnen een week opeten. En dat hoort niet, want ook een winterbloemkool zou je best wel 2 maanden moeten kunnen bewaren als je hem goed bewaart, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Dus dit geeft aan, al die stapjes in het jaar geven aan welke energie je hebt. Als je dan 1 februari hebt, dat is het inboekfeest, dan gaan we dus weer vooruit. De winter duurt niet zo lang meer. We kunnen alvast voorbereidingen gaan doen. We kunnen beginnen met de zaadjes te planten, te zaaien. Dat is eigenlijk het start zijn, dat je weet van oké, nou gaat dit gebeuren, dan kan je dit doen. Want nu is het geen tijd om zaadjes te zaaien. Want de energie van de aarde gaat steeds meer naar beneden toe. Daar gaat het Samhainfeest over. Daar gaat ook Halloween over. Dat je de lichten aandoet in huis. Dat de kaarsen aangaan in huis. Dat je met je allen in huis
gaat zitten en dat je de diepte in gaat, je innerlijke wereld opzoekt. Wij gingen ook altijd dit weekend, het weekend rond Samhain, zo'n feest, maar dan kunnen jullie het beter vinden, Samhain. Dan kan je gewoon googlen. Dus ik noem het even zoals het geschreven staat. Er werd ook verteld in een filmpje dat druïden satanistische, Luciferiaanse druïden. Dan denk ik, my God, ga onderzoek doen. Wie je ook bent, maakt me niks uit wie je bent. Ik vind nog altijd dat je niet zomaar iets moet kopiëren wat je hebt gehoord of gelezen. Als je het nieuws brengt, vind ik ook dat je moet weten wat ermee aan de hand is. Wat is een Luciferiaanse druïde? Wat is dat? En wie is Lucifer? En is Lucifer per definitie een Satan? Ja, ik kan heel veel gevoelige huisjes omtrappen. Ja, dus daar heb ik ook al een column over geschreven. Ik zal hem straks ook delen. Het is heel waardevol dat je niet gelijk in het oordeel gaat zitten. Dat je vrij blijft van oordelen over een ander, over een levenswijze. Als ik een oordeel wil vellen over satanisten, dan ga ik me daarin verdiepen en dan wil ik eerst weten, wat doen jullie? En dan ga ik mijn conclusies trekken of dat een duister gebeuren is of niet. Nou, dat heb ik gedaan. Ik vind het slachten van jonge kinderen, van pubers en van baby's, vind ik satanistisch. En dat hoort absoluut, dat is anders dan Lucifer, hè? Daar heb ik die column over geschreven. Daar moet je ook onderscheid in maken. Niet alles is Satan, de duivel en Lucifer. Denk erom. Dat gooit iedereen op één bult. Maar daar zit heel veel mythologisch verschil in en praktisch verschil in. Dat is alsof je God in drie gradaties noemt en eigenlijk niet erkent dat hij alles is. En Lucifer was een zoon van God. Dat is heel simpel. En wat is God? God is liefde. En God zal nooit en tenimmer een kind van hem in de steek laten. We zijn allemaal kinderen van God. Dan kan je zeggen, daar zitten wij dus in, hè? Dit is het. Als je alleen maar in dat christelijke geloof zit, of alleen maar in het Keltische oude levensstijl, dan is dat heel veilig. Dat is het en meer is het niet. Nee, dat is slecht en dat is goed. Maar zoals jullie zitten in een weg die echt best wel lastig is. Jullie hebben de lastige weg gekozen. En daar zit je dan met je kennis van Enki. En dat God is. Ja. Had je nou die serie Lucifer op Netflix al gezien? Dat is humor, hè? Dat is comedy. Denk erom. Dat is comedy. Dat is geweldig. Die Tom Ellis, die doet het zo leuk. Ga dat zien. Want zo werkt het. Dan heb je dus het probleem dat jullie van alles overal een klein beetje hebben gehoord. Dus, oh ja, God bestaat niet. Er zijn geen satellieten. NASA is fake. Alles is duivels. Luciferiaanse druïden, die zijn. Nou, dat, een dru dus iedere druïde is gewoon duivels. Ja, dat is gewoon zo. Die doen daar in een bos met een witte jurk en een baard, zo'n Gandalf. Die doen dat. Want het is heel veilig om daarover na te denken. Dat je denkt, oh, oké, dat is veilig en dat is niet veilig. Nou, welkom in jouw programmering. Dit is zoals jij geprogrammeerd bent vanaf dat je geboren bent. En al in je vorige levens. Als we het over dit leven hebben, ben jij dus heel goed geprogrammeerd. Want jij wil in die hokjes passen. Nee, ik wil niet in hokjes. Ik ga niet in hokjes. Ja, dat doe je dus wel. Want zo ben je dus, doe ik ook. Zo ben je geprogrammeerd. Dat is wat veiligheid biedt. Maar als de wereld helemaal anders is, en als je dus gradaties hebt, dat je een druïde hebt die ook wit is, net als Gandalf. Gandalf the Grey werd Gandalf the White in The Lord of the Rings. Maar dat is fantasieklasse. Ja, tuurlijk. Dus dan heb je de witte druïde.
Die is heel anders dan ik als heks. Ik ben niet een druïde, ik ben een heks. Nou, misschien moet je het anders gaan noemen. Misschien moet je het Wicca gaan noemen. Nou, dat is lekker slecht. Nee, daar ben ik dus ook niet voor. Want die hebben ook allemaal regels. Dat hoeft helemaal niet. Een heks is de hoeder van de aarde. De ultieme taak die wij hebben is op de aarde passen. En iedere heks heeft zijn eigen talenten. Jullie snappen het wel. Ik ben een onderwijsheks. En ik weet ook het een en ander over bloemen. Ik weet ook het een en ander over kruiden. Maar er zijn kruidenheksen. Annabella Kruid bijvoorbeeld. Die is absolute kruidenheks. Daar kan ik niet aan tippen. Annabella Kruid. Kan je vinden op Facebook. En ze staat ook op allemaal mooie festivals. Dan hebben we healingheksen. Ik kan ook wel healing verrichten. Dat kan ik ook. Ik vind dit veel leuker om te doen. Dus we hebben ook heksen, mannen of vrouwen, hè, maakt niks uit. Die dus ieder zijn talent doen. En wij werken allemaal met dat jaarwiel. Omdat dat het ritme van de aarde aangeeft. Of het nu warm weer is of gaat vriezen. Dit seizoen geeft aan dat wij naar een... Ja, mijn geluid doet het in één keer, denk ik. Oh, doet mijn geluid het wel. Dit seizoen, daar is mijn raam. Dus dan kijk ik naar boven, buiten, naar die mooie meidoorn en de grote eik die ervoor staat. En deze geeft aan dat de energie naar binnen gekeerd gaat worden in de komende 6 weken. Wij zijn over 6 weken kerst. Over 6 weken zijn we kerst. En kerst, dat vieren wij ook. Er zijn ook mensen die de gelegenheid hebben om 22 december het Julfeest te vieren. De midwinter. Nou, met een webshop vol met pakjes voor kerst heb ik geen tijd om op 22 december het Julfeest te vieren. Dus doe ik dat. En zeker dit jaar of 24, 25 en 26 december. Want het hoeft niet altijd exact op die datum. Want als hoeder van de aarde... Ben jij onderdeel van de aarde? En is het ook belangrijk? Daarom lukt het mij gisteren ook niet. Het lukt, de viering die lukt, op het moment dat het goed is. Dus ik weet ook dat ik het heel druk heb in die week voor kerst. Kerst is voor mij heel belangrijk. Vind ik gewoon een heel mooi feest. En dan kan je zeggen, oké, het is het Julfeest. Die kerstboom en de lichtjes en de versieringen in huis. Dat deden wij vroeger als heksen ook. Wij versierden het huis met groenblijvende takken die wij in huis haalden, die ook symbool waren voor bepaalde energie. De holy, en daar worden geen toverstaven van gemaakt. Je hebt de vlier en daar worden toverstaven van gemaakt. En de holy, dat is de hulst. En heel eenvoudig als je wilt weten, waar staat nou een bloem voor? Pak een bloesemremedieboekje. Bijvoorbeeld van een bak, maar er zijn veel meer. En ga maar eens kijken, wat vertellen die bloesemremedies? Want die vertellen dus iets over die bloem. En de holy, die vertelt ook over jaloezie en afgunst. En die blijft dus in de winter groen. Dus je bent groen van jaloezie. Want jaloezie gaat nooit weg. Dat is in eeuwen altijd geweest. Als we straks aan de 5D gaan, dan is het weg. Dan is het getransformeerd. Waarom halen we dat dan in huis? Omdat we ons er bewust van zijn dat niet altijd alles spijs en vrede kan zijn. Dat je soms ook die punten van die hele jonge hulst hebt. Want jonge hulst heeft punten. Die is heel scherp. En hoe ouder een hulstboom wordt, hoe zachter de bladeren worden. En dat is met mensen ook zo. Hoe ouder wij worden, hoe zachter en meevoelender wij zijn, maar wij blijven sterk. Want die hulst is ook heel sterk. Die blijft dus, ondanks alle prikkels van buitenaf, kou en wind en regen en chemicaliën en mensen die door het bos heen banjeren, die blijven dus heel mooi groen. En een hulst is als die jong is, dus heel prikkelbaar. Dat hebben wij ook in mensenlevens. Als je jong bent, denk je er nog even iets anders over dan wanneer je levenservaring hebt ontvangen. En dan worden ook mensen zachter, dan worden ook bladeren zachter van de hulst. Dus ieder
stukje geeft. Ook hout bijvoorbeeld. Je kan bijvoorbeeld een hele mooie houten schaal tegenkomen. Dat je weet welke houtsoort dat is. Dat dat een versiering voor je is. Dus zo haal je ook op dat moment de versieringen binnen. En ook daar krijgen wij dezelfde verhalen. Het is een satanistisch bolwerk. Het is een satanistisch feest. Jongens, plaats het niet alleen in dat vakje omdat dat veilig voelt. Het is, als je naar het ritme kijkt, als we het Julfeest hebben, heb ik ook al eerder films zelf gemaakt. Als je dan het Julfeest hebt, dat is het geboren worden van het licht. Nou, dat licht blijft er altijd wel, Klaske. Daar hoef jij echt, dat hoeft niet geboren te worden. Dat is gewoon technisch gezien even, is de zon op het zuidelijk halfrond. Dus hou maar op met die onzin. Ja, dat kan ook heel klinisch. Maar wij vieren dus op dat moment met de midwinter dat wij hier in het noordelijk halfrond, en of die nou plat is of rond of een donut, het maakt niks uit. Maar dat in het noordelijk halfrond, hier waar wij wonen, deze omgeving, het meest donkere moment is in het jaar. En dat op het moment dat we die balans hebben gevonden, wij ook weten dat het licht langzaam terugkomt. Wij noemen dat dan de geboorte van het licht. Niet de geboorte van Jezus. Christenen hebben daar de geboorte van Jezus van gemaakt. Als ze zich daar heel prettig bij voelen, dan moeten ze dat gewoon doen. De figuur Jezus als mens was, wat wij nu weten, meer in september jarig dan in december. Alleen, dit kwam beter uit voor de Rooms-Katholieke Kerk, die heeft, want de mensen vierden dan al feest. Dus hoe handig was het om vanuit die oude Keltische volksgeloven, en er waren, ik noem het nou Keltisch, maar over het hele noordelijk halfrond werd dit gewoon gevierd. Die eikpunten werden altijd gevierd, door welke volkeren dan ook. Ga maar op zoek, ga maar op zoek. Ga dat maar bestuderen. Al die volkeren, die vierden de stapjes in de tijd. Dus de Rooms-Katholieke Kerk, die heeft daar mooi op ingespeeld en die heeft de christelijke dagen op die eikpunten gezet. Waarmee ze dus eigenlijk onze religies, onze sabbatten, overnamen. Want we noemen het een sabbat. En feesten die buiten deze kring worden gehouden, want je hebt ook maanfeesten en kan ook verjaardag vieren, dat zijn esbats. Het is helemaal, is gewoon een naampje. Als je het vervelend naampje vindt, noem je het maar iets anders. Maar sta open voor ga die onveilige weg maar eens in. Als het voor jou onveilig voelt. Het is voor jou misschien heel veilig om te zeggen, satanistisch gaan we niks meer doen. Oh, dat is allemaal gevaarlijk. Nee. Nee, jij hebt een uitdaging als mens. En de uitdaging als mens is dat je onderzoek doet. Is het echt zo satanistisch en doet iedere heks dan kinderoffers? Ik moet er niet aan denken. Ik zou niet eens abortus kunnen plegen. Dus laat staan een babytje kunnen offeren aan een of andere god. Geen sprake van. Zelfs een dier doen we dat niet. Een plant zetten we dan wel neer. Ik ben heel erg van de bloemen. Vind ik prachtig. En dus ik zet heel graag bloemen in huis neer. Mijn man ook, we vinden beide bloemen. Daarmee, dit ook, dit voelt dan ook als een eerbetoon. Dat eigenlijk onze overleden dierbaren zeggen, nou, jij had geen tijd voor bloemen, maar we zijn er wel hoor. Is dat nou niet prachtig? En dus vanuit liefde ernaar kijken. Die Satan is, alles wat met bloed te maken heeft, dat is niet goed. Ga ik gelijk zeggen. Ik ben niet een heks die voor bloedrituelen is. Daar heb ik ook in de heksopleiding die ik geef. Ook, ik heb vanaf 2004 ook heksenopleidingen in mijn praktijk gegeven. En dat was een no-go. Gaan we nooit en te nimmer doen. En ik heb best wel hele strenge regels over houdingsaspecten, over regels van waar hou jij je aan en waarom, om het zo zuiver mogelijk te houden. Dus iets wat privé is, is privé. Als je dus bij mij zou komen met een foto van, ik noem maar even iets, een bekende Nederlander, of iemand waar jij helemaal geen binding mee hebt,
dan ga ik daar ook geen uitspraken over doen. Of je komt met een foto van je dochter en je zegt van ik wil graag weten hoe het met haar is. Dan zeg ik, waarom vraag je dat niet? Ook als mensen komen met foto's van volwassen kinderen, ze willen daar dingen over weten, dan is het belangrijk dat er toestemming is van het kind. En soms dan wordt er inderdaad gebeld met diegene van, goh, ik zit hier bij Klaske en ik wou Klaske vragen over jouw dilemma waar je mee zit. Misschien zit dochter in scheiding, misschien is er wat met de kinderen, whatever. Vind je het goed dat we dat bespreken? Ik wil dat namelijk weten. Want wat vind ik het vervelend als andere mensen over mij praten? Stel je voor, ze nemen een foto van mij mee naar een medium. En je zegt, jeetje, dat is een zwart iemand. Moet je echt niet mee bezighouden hoor. En het gebeurt, ik weet het. Dat zegt heel veel over de persoon waar je bent op dat moment. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doet dat een ander ook niet. Wat u niet wilt, wat u geschiet, ja, met u. Nou, dat is een hele belangrijke regel. Wat u niet wilt dat u gebeurt, doet dat ook een ander niet. Denk eraan. Jij vindt het toch ook niet leuk dat er over jou gerold wordt? En dan maakt het niet eens uit of ze levend zijn of dat ze overleden zijn. Soms kan je, en dat is wel leuk, ook met deze tijd, want dit is de tijd van aller zielen, hè? Die heiligen. Weet je, die heiligen, zal ik jullie een geheimje verklappen? Weet je waar die heiligen vandaan komen? Ja, weet je dat? Paus Johannes Paulus II? Ga je daaraan bidden? Succes. Moeder Teresa? Oh, zo'n lieve vrouw. Ja, ga maar eens onderzoek doen. Haar zoon is heel bekend in Amerika. Ja, maar ze was toch non? Ja, nou precies. Ga dat maar eens uitzoeken. Wie haar zoon is. Ja, dat zijn al twee heiligen. Ik heb ook altijd over zij van het leger des Heils. Dan ben ik een naam kwijt. Oh, wat erg. En nog voel ik dat dat een vrouw is, Majoor Boshart. Jullie merken het, hè? Gelijk meer zachtheid in de stem. Daar heb ik over nagedacht, want het leger des Heils is natuurlijk ook niet een onomstreden leger. Het is niet van niks een leger. En daar is nog niks over bekend geworden, maar dan denk ik, die hadden ook heel handig toegang tot mensen. Dat vraag ik me dan af. Ik heb er ook nooit wat over gehoord. En als ik invoel, dan denk ik, nee, maar ik zou me niet kunnen voorstellen. Ik heb altijd in mijn engelencursus over de hiërarchie ook gezegd. Kijk naar Majoor Boshart. Vrij van oordeel. Vrij om naar iedereen toe te gaan. En dat is nog steeds zo tot het tegendeel bewezen is. Dat is een heilige in mijn ogen. En die hoef je niet te aanbidden. Maar Jo Boshart moest ook plassen en poepen. Is in haar leven ook gewoon ongesteld geweest, hè? Ja. Dus is zij dan meer dan ons? Als we de heilige Bernadette hebben, die is ook gewoon ongesteld geweest in haar leven, hoor. En Pater Pio, die moest ook gewoon poepen. Die had ook liggen, die is op een gegeven moment doodgegaan. Want als ze dan zo heilig waren, waren ze toch niet doodgegaan? Dus waarom zou je dan al die heiligen eerst doen voor alle zielen? Wie maakt dat zij beter zijn dan jij en ik? En al onze overleden dierbaren. Misschien dat onze overleden dierbaren veel meer voor een ander hebben gedaan, maar dat het minder in de publiciteit kwam. Een opa en oma die altijd goed voor de kinderen en voor de kleinkinderen hebben gezorgd, dat zijn heiligen. Maar ook een man en een vrouw op leeftijd die bewust gekozen hebben om geen kinderen te krijgen, maar zo ontzettend veel zich verdiept hebben in de filosofie van het leven. Dat zijn heiligen. Die hebben hun leven opgeofferd. En niet opgeofferd, die hebben er gewoon voor gekozen om dat stukje te gaan. En iedereen, in welk stukje dan ook, is belangrijk. Of je arm bent, of je een hele goede baan hebt, of je heel veel vrijwilligerswerk gedaan hebt, of dat je bewust in armoede hebt gezeten, of dat je
bewustrijk bent geworden. Ieder heeft zijn eigen taak op aarde. Iedereen is heilig. Iedereen is belangrijk. Dus daarom hoeven wij 2 november helemaal niet een extra Allerzielendag te hebben. Die hebben we op 1 november. En welk feest hebben de christenen, de Rooms-Katholieke Kerk, dan op dit feest gedaan? Want ik heb net verteld dat de katholieken, de katholieke kerk, daar is mee begonnen, de kerk van Petrus, dat die de feesten heeft overgenomen van de heidenen. Hè? Zoals dat, zo ben ik ook nog opgevoed, de heidenen. Je mag geen heiden worden, kom je niet in de hemel, dan maar niet. Iedereen komt in de hemel. Oh, ja, dat is ook weer zo'n controverse. Ga ik ook nog wel eens een filmpje over doen. Maar dat komt ook in de Engelencursus naar voren. Dus, welk feest hebben de christenen hiervan gemaakt? Ik kwam in de zorg op een gegeven moment bij een echtpaar. En ja, zegt die mevrouw, morgen is een hele speciale dag. Mijn man is dominee geweest, zoals u dat weet. En het is morgen een belangrijke dag. Ik dacht, ja, voor mij is het een belangrijke dag, 1 november. Maar waarom is het voor jullie als dominees echtpaar in rusten, in een zorgshuis, zo belangrijk? Ja, want de dominee kwam volgens mij langs, de dienstdoende dominee. En ze konden het horen via de kerkradio, want het was de opening van het kerkelijk jaar. Aha. Gestolen. Gij zult niet stelen. Behalve alle feesten die er al waren. Moest ik ook een beetje lachen. Nee, ik heb het hun niet verteld. Het is belangrijk dat je mensen respecteert en in ere laat. Dat is hun ding. En denk je dat ik zo'n dominee met zijn vrouw zou kunnen overtuigen? Ze kon bijna niet meer lopen van de reuma, dus ze zat al helemaal vastgeroest. Geen soepelheid in te krijgen hoor, dus dat had ik hun nooit duidelijk. En dat was mijn taak niet als verzorgende. Mijn taak als verzorgende was haar comfortabel maken, haar klaarmaken voor de nacht, haar lekker in bed leggen en heerlijk. Lekker slapen, mooie dag morgen. Dat is mijn taak dan. Liefde delen. Verzorging, liefde, dat is mijn taak. Dat is mijn taak. Dit is mijn taak. Dat ik... En als ze dan willen, kunnen ze dan. Oh, 20 jaar terug, meer dan 20 jaar. Dus als ze dan willen, zouden ze dit filmpje kunnen kijken. Maar dat doen ze niet. Jullie wel. Dus 1 november was de start, want dit is 2 november al, van het kerkelijk jaar. Nou, dat is toch toevallig, hè? Vind je niet? Ja. Dus nu begint die reis naar binnen toe. Die reis naar binnen toe, waarbij je... Vanuit de duisternis van de wereld, hè? Niet alleen de tijd waarin we leven, maar gewoon het wordt donkerder en donkerder, want de zon die is gewoon technisch gezien meer naar het zuidelijk halfrond. Maar praktisch gezien gaan wij dus de innerlijke wereld in, want het is gewoon duister. Je gaat lekker in huis zitten en je doet kaarsjes aan en je gaat fijn... Een boek lezen of met elkaar. Gisteravond hadden we met een hele mooie groep hadden we een gesprek via de Zoom. Dat kan ook. En volgend weekend dan hebben we ook een andere groep weer waar we hele mooie dingen mee doen. Dat is heel bijzonder. Dat is wat je nu doet. Je gaat nu niet uitgebreide activiteiten buitenshuis doen. En je let ook op het eten, dat je voldoende eet. Wij deden een keto-dieet. Mijn man en ik. Maar ik merkte aan mijn man, die moet echt heel veel reizen, dat het gewoon niet altijd voldoende is. We eten, dus zo nu en dan eten we even een aardappel, gisteren ook. Maar heel weinig. Maar dat is net het beetje meer wat bij dit seizoen past. Vanavond eten we bruine bonen. Onze zoon blij dat hij uit huis is. Woudboontjes. En dat, nee, ja, vroeger, dan, mijn moeder maakte dat gewoon met vet. En spekjes en eten. En later kwam daar een pakje met honing bij. We hebben er heerlijk van gegeten. En nu, wat ik vanavond ga maken... Het kookboekje komt er trouwens ook aan, hoor. Wat ik vanavond ga maken is die woudboontjes. Eigenlijk al voldoende, hè. Er zit alles in.
En, maar ik heb nog worteltjes, dus dan maak ik lekker worteltjes. En ik heb nog een beetje groene kool. Dat ga ik dan even heel fijn snijden. En dit moet mijn man dus niet weten. Ik doe er wel een uitje doorheen. Dat vindt hij niet fijn. Nou, en dan kijk ik in mijn kruidenkastje en dan denk ik, oh, een beetje van dit, een beetje van dat. Een beetje van dat. Nou, wel zout eroverheen doen, want zout heb je ook nog. Ja. En dat eten we lekker. En als hij het dan lekker vindt, kan hij er nog wat curry overheen doen. Dat doen we soms, maar niet altijd. Liefde, zalm, hè? Zorg, aandacht, liefde. Dus gisteravond al in het water gezet, de boontjes. Dat giet ik helemaal af, schoon water erbij. En dan lekker koken. Ja, lekker koken. Gewoon tijd ervoor nemen. Goed, deze mooie chrysanthemum heb ik in mijn allerzielenfilmpje ook benoemd. En daarin vertel ik dat mijn vader dus niet van chrysanthemum hield. Ik wel. Ze doen mij ook denken, als je deze prachtig ook hebt, aan de violette vlam, aan het Christusbewustzijn. Moest je kijken, zo mooi vol is die. En zo mooi komt dat roze. Deze wou ik echt kopen. Roze erin uit. En je ziet de Fibonacci-reeks. Kan je helemaal in de bloem zien. Dus het is een hele mooie bloem. En ik ging ook uitleggen in dat filmpje dat mijn vader daar niet van hield. En toen heb ik mijn moeder later gevraagd. Ik zei, waarom hield hij daar niet van? Ik moest altijd bloemen halen voor mijn moeder. Dan bestelde hij dat. Hij zei, wil je even bloemen halen? Ja. En nooit chrysanthemum erin. Of, was toen even daarheen. En je chrysanthemum moest hij, hij is 50 groene, helemaal in. Nou, zo deed hij dat. Mijn vader was ook een drukke man. En, nou, wij zijn erachter gekomen. Ik heb het later dus met mijn moeder besproken. Ik zeg, goh, ik zei, was het omdat chrysanthemum in de bloementuin en de moestuin van mijn Beppe Klaske, de moeder van mijn vader, altijd groeiden. En dat arme mensen chrysanthemum eigenlijk altijd wel konden betalen. En die wouden ook graag chrysanthemum, want de chrysanthemum die blijft heel lang staan. En dan haal je weer de steeltjes eraf en dan kan hij zo wel 3 weken staan. Dus het was een hele rendabele bloem. Anders dan een roos. Die is fragiel. En dan moet je zorg aan besteden. Daar moet je liefdevol voor zijn. Als die valt, nou, die gaat wel door. Maar als de roos valt, dan is ze echt gekwetst. Dus, en dat was ook zo. Ja, zei mijn moeder, ik denk dat het daarom ook is. Iedereen kon chrysanthemum. Dat was echt een bloem voor de arme mensen. Nou, ik zei, ik vind het een rijke, mooie. Ik heb het altijd hele. Het maakt een boeket ook zo mooi gevuld. Nou, ook met lelies ertussen. Dat zijn mijn favoriete bloemen. En deze gaat straks mooi open. En ja, prachtig. Nou, is echt een boeketje liefde. Ik hoop dat jullie hier dat jullie het leuk vinden dat ik dit gemaakt heb. Kijk ook nog even dat allerzielenfilmpje. En wees je bewust ervan dat je, als je Halloween ziet, oh, dat is satanistisch, ga ik niks mee doen. Prima. Maar sta er ook open voor dat het een lichte vorm heeft, een liefdevolle vorm heeft. Dat het gewoon een eikpunt in de tijd ook is. En rituelen die we doen, is bijvoorbeeld, ik heb daar filmpjes over gedeeld op Telegram. Ik heb echt gigantisch veel mensen van Telegram zien gaan of van mijn kanaal zien gaan. Prima. Want die hebben zoiets van. Nee, dus duister, hou me niet mee bezig. Nee. Heel gevaarlijk. Maar zeg ik dan, hallo, het is ook een ander feest. Een liefde. Nee, dat kan niet. Nee. Want stel je voor, en dan zitten we gewoon in een moderne heksenjacht, hè? Wij zitten gewoon. Vroeger dan werden wij op de brandstapel gedeponeerd. Of we werden verdronken met keien aan onze enkels. En als we dan niet boven kwamen, dan waren we inderdaad een heks. Kwamen we wel boven, waren we ook een heks. Dus ten alle tijde was je gewoon dood. En dit is moderne inquisitie. Denk daar maar eens over na. Het is de bedoeling dat we naar een vijfdimensionale wereld gaan. Een wereld waarin deze verschillen er niet meer zijn.
En waar dus ook die duistere kant, die hele duistere kant, er niet meer is. Want als er alleen liefde is, dan is dat voldoende. Dus heb je vragen? Stel ze gerust. Stel ze alsjeblieft. Alle vragen zijn welkom. Stel ze. Het is heel belangrijk. Niet bang voor mij te zijn. Ja, ik heb wel een toverstaf, maar kan je niet in een varkentje veranderen. Nee. Dus, relax. Geniet van deze tijd. Brandkaarsen, zet mooie bloemen neer voor je overleden dierbaren. Om ze op deze manier ook te herinneren. Dat is wat wij doen. Bloemenseances worden vaak gehouden. Oh, dat mag niet! Je mag geen doden aanroepen. Ja, maar ja, als die dode nou net voor mij staat. En ik zeg, omdat ik zo'n chrysant heb gekocht. En mijn vader en ik hebben daar wel een verbinding mee. Ondanks dat hij ze niet wou, hebben we daar wel een verbinding mee. En hij denkt, oh, dat is toch wel mooi zoals ze dat uitlegt. En als hij nou gewoon bij mij staat, dan heb ik hem toch niet opgeroepen. Ook daar is gewoon nog vrije wil, hoor. Je kan namelijk geen doden oproepen. Dat kan namelijk gewoon niet. Het is heel simpel. Maar dat is net als met een telefoon. Waar is mijn telefoon? Weet ik. Dat is net als met de telefoon. Ik bel jou op en jij bepaalt of je aanneemt of niet. Er zijn heel veel mensen die vinden het verplicht als de telefoon gaat dat je moet aannemen. Nee, ik bepaal of ik tijd en zin heb om de telefoon aan te nemen. Dus, dat is net als nu. Stel je voor, ik zou heel graag, mijn vader is er wel, maar stel je voor, ik zou ook heel graag mijn Beppe hier bij me willen hebben. Dan zou ik een ritueel kunnen doen en dat ik mijn Beppe oproep. Maar dat kan helemaal niet, want zij gaan nog echt zelf wel bepalen of ze komt. Ik stuur wel een lijntje uit van, goh, wat zou ik het leuk vinden dat je er even bent. Dat is net als een telefoongesprek. Je maakt een verbinding. En aan de andere kant mogen ze weten of ze aannemen. Je stemt je af op de frequentie. Maar dat betekent niet dat je verbinding hebt. En dat is met iedere paragnost en medium zo. Als je bij een paragnost of medium komt, dan is het niet zeker dat iets doorkomt. Omdat men niet het gedwongen kan oproepen. Soms is het wel zo dat de persoon gewoon nog niet aanwezig is of heel belangrijk ander werk ergens anders te doen heeft. Ja, dat doen ze ook. Ze zijn gewoon aan het werk, net als jij en ik. Dus wees niet bang. Wij roepen absoluut geen geesten op. Zullen we nooit doen. Heb ik ook een filmpje over gemaakt. Hoe maak je een Ouija-bord? En hoe ga je glaasje draaien? En waarom heb ik dat gedaan? Zo heb ik dat filmpje genoemd. Zodat ik hoop dat er heel veel pubers gaan kijken. Ja, waarom? Nou, ben je wel gevaarlijk bezig, Klaske, zeggen jullie nou. Jij zegt het mag niet. En dan verwijs je naar zo'n filmpje. Waar ben je mee bezig? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Als ze er dus naar gaan kijken, dan zeg ik, oh, want als ik ga kijken, ga nooit glaasje draaien. Denk je dat zo'n puber dan op zo'n filmpje klikt? Die denkt, oh, die hoeven we dus niet. Dus ik ga ze gewoon in de titel al vertellen hoe ze dat gaan doen. En dan krijgen ze het filmpje. En dan krijgen ze een draai om onderen. Dat ze daar never, nooit niet zich mee bezig moeten houden. En wat er dan gebeurt. En dat dat echt hele nare gevolgen heeft. En dat ik dus dan weer aan het werk moet. Dat hindert ook niks, maar je kan het beter voorkomen. Dus, niet met de titel gelijk gaan. Dat oordelen, hè. En veroordelen. Ga ik zo nog een filmpje over maken. Laat dat maar eens los. Als mensen eigen, doe ik ook nog wel eens. En nog hier gewoon in de 3D, hè. Dus ik doe dat ook nog wel eens. Maar wees je er bewust van. Wat je doet, hoe je doet, waarom je doet. En als een ander dat wil doen, laat hem lekker. Ik wens jullie een hele mooie 2 november. Ga in jezelf. Ga je verdiepen in alles wat er is. Dat is belangrijk. Ik heb, als het goed is, gelinkt. Ik heb op mijn YouTube allemaal playlists. Want 1300 filmpjes op YouTube. Ik heb playlists. Als je dan, je kan, kijk eens goed naar dat. Daar ga ik ook nog wel eens een filmpje over maken. Hoe je dat, daar heb ik gedaan. Hoe je op YouTube filmpjes kan opzoeken.
En dan ga je naar het kanaal en dan zie je playlists. En daar kan je dus heel makkelijk filmpjes vinden. Ook van heel lang geleden. Dit is mij nu. En je kan ook op, dat wist iemand gisteren ook niet, dus dat zal ik ook nog eens vertellen. Want het geeft niet dat je dingen niet weet. Ik weet ook heel veel dingen niet. Op YouTube kan je ook zien wanneer het filmpje is geüpload. Dus vorige week had de NOS, had dus zo'n Iraanse man die gewoon nooit gedoe staat, hè? Als nieuwsbericht. Dus ik zag dat filmpje op YouTube. Wat denk ik ze tegen mijn man? Moet je nou eens kijken. Is het, is komkommertijd bij de NOS zeker? 4 jaar oud. 4 jaar oud. Net als nieuwsbericht. Dus kijk daarna. Kijk naar een YouTube-filmpje. Hoe oud is het? En dan zie je ook van, oh, ze heeft, dit is nu vandaag 2 november 2022. Ja? Dus mijn allerzielenfilmpje is van 2 jaar terug. En ik heb nog eentje. En dan had ik weer ander haar. Dus nee, ik ben niet gekloond. Het zijn gewoon oude filmpjes. Maar ik vertel hetzelfde verhaal. In al een jasje. Maar dat filmpje van 2 jaar terug is echt heel goed. Vind ik zelf. Oké. Dag allemaal. En vind mijn YouTube-kanaal even leuk, alsjeblieft.